enorme drukte door verandering van parkeergelegenheid. DHL heeft daar enorme moeite mee. Want als u ziet, ziet u daar het probleem. Thank you.
klimaatbesluit heeft een enorme impact op de WHO. VS de grootste bijdrage levert aan de organisatie met 4 tot 500 miljoen dollar per jaar. VN-secretaris-generaal Guterres is teleurgesteld over het besluit om de betalingen stop te zetten. Volgens hem vraagt deze crisis vooral om eenheid, samenwerking en solidariteit. De verjaardag van koning Willem-Alexander heet dit jaar geen Koningsdag, maar Woningsdag. Zo heeft de Oranjebond bekendgemaakt. De koning zou op 27 april zijn verjaardag vieren in Maastricht, maar blijft nu noodgedwongen thuis. De dag begint met het luiden van de klokken door het hele land. Daarna is er vanaf 12 uur een digitale kleedjesmarkt, een vrijmarkt op internet. Aan kinderen is gevraagd om digitale brieven aan de koning te sturen en die worden 's middags aangeboden. De dag wordt om 4 uur afgesloten met een thuistoast op de 53ste verjaardag van de koning. Tientallen mensen klagen op sociale media over de verkoopsite Marktplaats. Ze zeggen dat hun account is geblokkeerd en dat ze bestellingen niet meer kunnen uitvoeren en daardoor als fraudeur worden gezien. Onder hen zouden veel mensen zijn die te boek staan als zeer betrouwbare verkopers. Er wordt geklaagd dat Marktplaats niet of nauwelijks van zich laat horen. Het bedrijf zegt zelf dat er sprake is van storing. Opnieuw een poging tot de brand. Nou, dit is morgens om 7:45. Er geen brandweer aan te pas te komen. Er staan nog twee grote vrachtwagens daar te laden en te lossen. Het hele verkeer ligt daar vast. Er kan geen auto meer doorheen. Verzocht waren gisteravond deze beelden te zien van een brandstichter in Groningen. Op sociale media circuleren complottheorieën die 5G in verband brengen met de corona-uitbraak. Maar de politie weet nog niet of dat iets te maken heeft met de branden. Een jaar geleden brandde het dak van de Notre-Dame in Parijs af. Het herstel zou inmiddels in volle gang moeten zijn. I feel like I'm knocking.